Hey. Hallo daar. Goedemorgen, middag en avond, beste mensen. Dit is Veldhuis 94. En vandaag is het weer tijd voor Pikmin. Ja, ja, ja. Je weet het. Je weet het. Het is er zover. We hebben gisteren gele Pikmin ontdekt. Dat was best wel bals. En dus gaan we vandaag weer terug naar de Forest of Hope. Want we hebben nog een paar appeltjes te schillen hier, volgens mij. Dus, wat gaan we vandaag doen? Ja, we gaan vandaag op zoek naar de radar. We gaan vandaag op zoek naar allerlei andere onderdelen die daar liggen. Ja. En we gaan eens wat tanden door lippen slaan, waar nodig. Dus, komt helemaal goed. Alright, let's go. De gele onion is nu ook bij ons geland. Dat is ook altijd mooi meegenomen. Ik ga gewoon alle Pikmin erbij pakken. Helemaal toppie. Deze ook allemaal. En we zijn er helemaal klaar voor. Excellent. Even nectar pakken, kijken of wij wat geeltjes kunnen verbloemen. Zo te zien wel. Nice. Kwakkie. Oké, stoer. Dan hebben we deze jongens ook even mee. Mooi zo, bloemetjes, bloemetjes. Allemaal bloemetjes. Waarom mis ik 5 Pikmin? Huh? Oh, ja, dat gebeurde wel eens in Pikmin 1. Wacht maar. Dat zal ik zo laten zien. Als er in Pikmin 1 een plek is waar je in één klap heel veel Pikmin bent kwijtgeraakt in een enkel gevecht bijvoorbeeld. Juist. Dan willen daar nog wel eens zaadjes verschijnen. Dat is wel bijzonder. En eigenlijk ook stiekem best wel leuk. Maar nu. Laten we eventjes dit keer wel grondig zijn. Deze jongens aanvallen voordat ze ons aanvallen. Die mag blijven leven. Vind ik prima. Haal ze er eerst maar vanaf. En vervolgens zien wij dat het mijn radar is. Kijk eens aan, wat een toeval en wat mooi. Helemaal mooi. Waar gaan ze heen? Waarom gaan ze... Oh nee, mooi zo. Ze gaan deze kant op. Prima. Jullie mogen die ook meenemen. Urg. En dan vinden we ineens een blauwe pallet. Wat moet daar nou mee? Nou ja, we gaan in ieder geval deze muur even doorbreken. Oh, die kost misschien wat meer. Dat geeft niet. Woe! Kijk nou, de radar. Boom. Daar zit hij. Hoe keurig. Heel belangrijk onderdeel. En daarmee kunnen wij zien waar de rest is. Yes. Dan heb ik er dus drie. Boom. Kijk. Kunnen we de kaart bekijken. En dan zien we meteen dat daaronder bij ons zat al een stuk. En er zit daar nog één. Daar nog één. Daar nog één. En daar nog één. En daar nog één. Oké, er is nog een hoop te doen. Ja. Komt helemaal goed. Laten wij even wat meer bomrotsen meenemen. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat wij goed bepakt en bezakt op pad gaan. Wat gebeurt hier? Oh, dat is waar ook. Kunnen niet wat meer dan 100 Pikmin in het veld zijn. Dat is waar. Dat is erg jammer. Maar dat hebben we op zich moeten we daar genoeg aan hebben.
We zien inderdaad dat het tellertje rechts onderin op 102 staat nu. Maar er kunnen maar 100 tegelijk in het veld zijn. Dus dat is ernstig jammer. Ja. Raken wij Pikmin kwijt? Dat doen wij niet. Keurig. Oké, laten wij eventjes al onze makkers en kameraden erbij roepen. En deze muur hier neerhalen. Dat is misschien wel handig. Kunnen we ook aan de andere kant bij ons eruit. Oh, sta ik te fluiten. Handig. Kijk, wat een enorm grote groep. Right on. Oh, het zijn letterlijk allemaal bloempjes nu. Nice. Keurig. Oké. Beest. Allemaal terugkomen nu alsjeblieft. Dank je. Ja. We gaan het even zorgvuldig aanpakken wederom. Kunnen wij dit misschien zo doen? Dat kunnen wij in principe best zo doen. Oh my god. Hoe dom kan je zijn, .nl. Oké. Nu moeten we dus eventjes gewoon onze koppen erbij houden. Ik wil deze aan de gratis geven. Die mogen de rode hebben. Dat is prima. Ja. Maar bij domme moves zoals deze. Ja, daar is eigenlijk gewoon geen excuus voor. Het is niet anders. Laten we deze ook maar eventjes proberen neer te halen. Ook al heb ik daar sowieso veel meer bommen voor nodig dan dat ik nu heb. Maar dat geeft niet. En hier kunnen we die truc van Pikmin 3 helaas niet uitvoeren. Waar die in één keer aan de andere kant van de muur ligt. Maar goed, er zijn ergere dingen op de wereld. Laat ik hier ook alvast even wat mensen aan het werk zetten. In de tussentijd ben ik alweer de 100 gepasseerd. En zal er op die plek waarschijnlijk morgen wel weer een paar zaadjes staan. Ja, het is jammer, maar daar is soms gewoon niks aan te doen. Oh, nou ja, vaak is er wel wat aan te doen, maar als je oerstom bent zoals ik, soms ook gewoon niet. Yatta yatta. Oké, keurig. Dan ligt hier nog een plukje nectar. Dus als ik mijn groep even klein maak bij elkaar. En er overheen ga. Kan ik er als het goed is een hoopje laten drinken. Nou, niet allemaal, maar toch wel een hoop. Kijken hoe ver deze jongens zijn. Die zijn al bijna klaar. Oh nee, nog één gedeelte. Oké. Zetten we de rest er gewoon ook even op. Gaat het waarschijnlijk al een stukje sneller. Honderd Pikmin. Allemaal op één enkele muur. En nog duurt het zo lang. Ja, dit is een sterke muur. Ik zal ondertussen. Volgens mij weet ik nog een plekje waar bomrotsen liggen. Dus. Als die muur straks klaar is. Zou het waarschijnlijk een goed idee zijn. Om die bomrotsen te pakken. Om dat onderdeel wat achter deze muur te ligt. Ook mee te nemen. Dat lijkt me wel een puikplan. In principe. Ik ga ook. Dit prachtige 20 pallet meenemen. Want dat is gewoon super mooi. Ik hou van 20 pallets. Die zijn gewoon heel groot. In Pikmin 3 heb je geen 20 pallets. Dat vind ik wel jammer. Daar is de grootste 10. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Redden jullie dat? Dat redden jullie makkelijk. Dat moet genoeg zijn. Prima.
Hoppa. Dat is exact genoeg. Dat gaat wel wat sneller. Zo, hoeveel kunnen dragen dit? 50. Jesus Christ. Ja, dat zal wat extra Pikmin geven. Hoppa, 20 extra Pikmin. Dat is alvast heel mooi. Prima. Oké, dan kunnen we ook hier doorheen. Laten we gewoon maar even lekker hier doorheen gaan. Hier kunnen we namelijk ook aan de slag. Terug! Dat is dus funest. Want we willen juist niet dat beest wakker maken. Nou ja, haal die maar even neer dan. Haal die maar even neer. Zolang jullie maar niet dat beest wakker maken. Dit is de bedoeling. Beter. Staat hier weer een mooi ding. We hebben gevonden de Nova Blaster. Daar kunnen we Stenum even vernietigen. Altijd handig natuurlijk. Deze jongens ga ik ook een mooi thuis geven. Waarom duurt het zo lang? Die was heel raar. Die was heel bijzonder. Dat had helemaal niet zo lang hoeven duren. Snap ik vrij weinig van, maar goed, whatever. Ik denk dat ik Pikmin 3 gewoon gewend ben, of 2 misschien zelfs wel. Ik weet niet of het daar makkelijker was. Maar goed, laat ik deze jongens meenemen. Heb ik nog Pikmin over? Nee. Oh, wel een paar. Oké, wel een paar gele, dat is ook prima. Daarmee kan ik deze bomrotsen pakken. Om op die muur daar te gooien. Oh, die zijn er toch. Oké, prima. Zo, dat zijn er toch nog best veel. Prima. Dat is goed om te weten. Kunnen we hier nog eens kijken? Oh! Timing. Echt, die timing. Ik liet hem net los. En dan krijgen we dit. Alright, Nova Blaster. Weapon of such incredible destructive force that it can blast stars into tiny pieces. Zo. Nog maar eentje nodig en dan kan ik naar het volgende gebied. Dat ga ik niet meteen doen hoor, maar ik kan het doen. Ik denk dat we gewoon meteen genoeg bommen hebben. Hoppa. Kijk, en dan ligt er hier een grote schroef. Een bout, ook goed. Zet deze hier alvast neer en dan ga ik even de rest pakken. Dat moeten we ook eventjes goed vervoeren. Weet je, ik ga snel met de treasures, maar ik zie toch vaak dat ik problemen heb met vijanden. En dat is wel een beetje jammer. Maar gelukkig kan ik ook wel vrij vlot kweken. Dus uiteindelijk maakt het ook niet zo heel veel uit. Ik hecht geen enkele waarde aan de levens van deze Pikmin. Het is verschrikkelijk. Ik ben een monster. Nintendo heeft mij zo gemaakt. Maar we gaan nu wel even vlot, want het is bijna het einde van de dag. En ik wil deze bolt nog hebben voordat wij naar boven gaan. Hoppa, 50 stuks. Oh, jullie mogen daar zeker niet blijven staan. Kijk, hoppa. Daar komt hij hoor. En als ze deze hebben, dan betekent dat wel dat wij al flink voorlopen. Dus dan hebben wij volgens mij deze dag alleen al 3 onderdelen gehaald.
Nou, dat is wat mij betreft een hele mooie... Extraordinary Bolt. Very nice. Daar slaat het op helemaal niks. Maar het geeft niet. Maar dit betekent wel dat ik nu naar het volgende gebied mag. Ik weet nog niet zeker of ik dat meteen ga doen. Zal ik eerst nog even hier verder gaan checken. Maar de mogelijkheid is er in ieder geval. En dat is op zich ook al heel mooi. Right, laten we nog wat bloemetjes naar beneden halen voordat we naar boven gaan. Very nice. Die telde nog net. Zitten er nog twee in de grond, maar dat is niet erg. Komt goed. Die blijven daar gewoon lekker staan. Zo dan. Uiteindelijk toch een prima dag. Zeker wat betreft... schatten. Qua Pikmin volgens mij netto ook. Ja, zeker weten. Geen achterblijfsels. Mooi. 3 dagen tot de impact. Ja, gele Pikmin, let's go! Bommetjes. Keurig. En zo zijn we aangekomen uiteindelijk. Het totaal is nu 204. Dat is totaal ooit gemaakt. 131 Pikmin. Ja, ik weet niet of dat uiteindelijk een netto gain is. Maar in ieder geval hebben we wel 2 meer parts dan we zouden moeten hebben nu. 5 parts op dag 3. Dus ik ben alsnog heel tevreden. Beste mensen, dit was hem voor vandaag. Als je het leuk vond, laat dan een likeje achter. Als je het heel leuk vond, abonneer dan op mijn kanaal. En zie je de volgende aflevering ook in je inbox verschijnen. Dan hoop ik je de volgende keer weer te zien in levende lijven hier op Veldhuis 94. Beste mensen, tot de volgende keer. Bye!